als het kan, als je open kan blijven zoals wij kunnen open blijven. Je moet er gewoon moet je best doen. En een beetje gezellig maken. Kijk, ik ben er blij van. Ik wel tenminste. Verplicht thuisblijven en het verbod op het bezoeken van ouders en grootouders weerhield mensen er begin juli niet van een bloemetje cadeau te doen. En vooral de online bloemenverkoop explodeerde en verbrak meerdere records. Maar hoe gaat het nu met de fysieke bloemenverkoop? Is die er nog wel? Of juist beter dan ooit? We fietsen vandaag naar 3 bloemisten voor een update en natuurlijk een mooi boeket. De coronacrisis, wat betreft de bloemenverkoop? Een stuk drukker. Heel stuk drukker is het geworden. De mensen zitten natuurlijk allemaal thuis. De mensen die werken thuis. Die gaan het gezellig maken binnen. Ja, daar merken wij ontiegelijk veel van. Dus iedereen wil bloemen, gezellig maken binnen. Dus zodat thuis niet naar de werk kunnen. En dus ze werken thuis, gaan ze dat een bloemetje thuis inzetten. Dus. Krijg je gelijk een gladiool om je oren. Nou, gezellig thuis. Je bent het vaker thuis en dan is een bloemetje natuurlijk altijd leuk. En gezellig. Ze weten dat er iemand is die je altijd staat. Draagt een mondkapje, de andere helemaal niet. De andere komt me knuffelen en de andere die houdt heel erg afstand. Ja, het is gewoon, de mensen zijn helemaal een beetje in de war. En wat wij gemerkt hebben is dat wij eigenlijk er vrij weinig last van hebben gehad. Omdat mensen toch veel thuis werken, thuis gezellig maken. Ja, en natuurlijk lopen er minder mensen in de stad. Maar ik heb ook wel zeker in het begin echt gemerkt dat we support your locals. Heel veel mensen kwamen toch echt gericht naar ons toe om hier de bloemetje te halen. En naar de slager om daar hun vleeswaren, vlees te halen en groenteboer. Dat doen toch wel veel mensen volgens mij. Ik zelf ook. Deze zijn voor jou, alsjeblieft. Doei doei. Doei doei. Gelukkig. Hoef ik geen mensen te ontslaan. Nog niet. Maar ik vind elke dag spannend. En elke keer als zo'n persconferentie komt, denk ik van wat gaat er gebeuren? Moeten ook wij dicht? Ja, vind je eng. Maar ik vind, wij hebben niet te klagen. Ik vind het voor de horeca verschrikkelijk. Ik bedoel, er zijn mensen die kopen normaal, maar die zie je gewoon niet. Kom je hier in de coronatijd, ben je vaker een bloemetje gaan halen? Ja. Waarom? Ik ben meer thuis nu. Ik werk ook vanuit huis, dus dan wil je thuis ook wel wat gezelliger maken. En waar ga je dan voor? Eigenlijk altijd een veldboeket. Ik heb een hele grote vaas en dat is gewoon echt een eyecatcher in je vaas. En hij staat ook mooi centraal in de keuken. Ik kom hier iedere week eigenlijk. Een bosje bloemen zegt het allemaal. Hier is een bloemetje voor jou. Want je zat altijd voor me klaar en nooit wil jij hier iets voor terug. Hoeveel ik van je hou. Ja, dat zegt dit bloemetje, daarom is dit bloemetje voor jou.